toestemming van het college voor promoties wil ik ter verkrijging van de graad van dokter aan de Radboud Universiteit Nijmegen mijn proefschrift getiteld The Challenges and Opportunities of Assessing Low Value Care Provision in the Netherlands in het openbaar verdedigen. Nou, zolang ik eigenlijk hier niemand hoef te vertellen, is over die laatste jaren zijn best wel de zorgkosten hard gestegen, maar daarnaast ook de druk op de zorgverleners. Nou, hoewel dit hierdoor niet direct de oplossing voor duidelijk is, weten we wel dat eigenlijk er iets moet gaan veranderen. En vragen we ons eigenlijk ook af, is alle zorg die we leveren eigenlijk wel van toegevoegde waarde? Want hoewel we weten dat artsen over het algemeen de beste zorg willen leveren aan een patiënt die zij kunnen, weten we ook dat het lang niet altijd van toegevoegde waarde is om zorg te leveren. Want er bestaat ook zoiets als niet passende zorg. Niet passende zorg is zorg waarvan bekend is dat deze geen tot weinig toegevoegde waarde heeft voor de patiënt gezien de nadelen, de kosten die eraan hangen, de beschikbare alternatieven of de voorkeur van de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het antibiotica voorschrijven voor een verkoudheid. Antibiotica is niet effectief tegen virussen zoals het griepsvirus. Maar draagt daarnaast wel bij aan de globale problematiek rondom de antibiotica-resistentie. Daarnaast is bijvoorbeeld een ander voorbeeld ook het gebruik van beeldvorming zoals een CT-scan of een MRI bij lage rugklachten. Deze CT of MRI zal namelijk geen zicht bieden op de oorzaak van de klachten, maar stelt de patiënt wel onnodig bloot aan straling. Hoewel we weten dat niet passende zorg voorkomt en wordt geleverd, is het vaak nog heel erg onbekend hoe vaak het voorkomt. De meeste studies die er zijn, die komen uit Amerika en die schatten dat om en nabij 25% van alle zorgkosten die worden gemaakt voor niet passende zorg. Er is hier dus winst te behalen. Helaas weten we in het huidige Nederlandse zorgsysteem maar beperkt hoeveel nou eigenlijk niet passende zorg voorkomt. En daar komt natuurlijk mijn boekje om de hoek kijken. Ik heb mij in deze 4,5 jaar vooral gefocust op het hoe meet je nou eigenlijk niet passende zorg, wat zijn de goede stappen om te zetten, welke methodes komen hierbij om de hoek kijken. Maar daarnaast ook heb ik deze kennis die ik vergaard heb proberen in te zetten om zelf ook te meten hoe vaak komt het dan daadwerkelijk voor. Nou, de resultant hiervan is eigenlijk een stappenplan. Wat we hebben opgesteld en wat ik discussieer in de discussie van mijn proefschrift. En aan de hand van een voorbeeld wil ik jullie graag hierin meenemen. Want stap 1 in dit idee is dat je een goede vorm van zorg kiest om te bestuderen die goed inzichtelijk te krijgen is. En dan moet je vervolgens ook in samenwerking met vooral de zorgverlener heel goed gaan kijken naar hoe kunnen we dit nou goed definiëren. Nou, hier worden vaak richtlijnen voor gebruikt zoals van de Federatie Medisch Specialisten of een Nederlandse huisartsengenootschap. Want waar de zorgverlener vooral om de hoek komt kijken, het staat allemaal heel mooi beschreven in die richtlijnen, maar om daar echt invulling aan te geven in je datadefinitie, is een goede kennis van de zorg heel cruciaal. We hebben in ons voorbeeld, hoofdstuk 3 van mijn proefschrift, hebben we 3 vormen van niet gepaste huisartsenzorg. Hebben we onderzocht die voortkomen uit de Nederlandse huisartsgenootschap richtlijnen. Dat zijn het niet passend voorschrijven van antibiotica bij een oogontsteking. Het niet passend voorschrijven van spierverslappers bij lage rugpijn en het niet passend langdurig gebruik van maagzuurremmers. Nadat je dus een duidelijke definitie hebt opgesteld en een aantal vormen van zorg hebt geselecteerd, is het heel belangrijk om goed na te denken over, welke data heb ik nou nodig om het onderscheid te kunnen maken tussen passende en niet passende zorg. Er zijn heel veel databronnen beschikbaar, maar niet alle databronnen zijn geschikt om dat onderscheid te maken. Sommige hebben namelijk niet voldoende klinische informatie. In mijn proefschrift hebben we daarom gebruik gemaakt bijvoorbeeld van de LBZ-data die beschikbaar wordt gesteld via de Dutch Hospital Data, de data uit lokale huisartsennetwerken zoals het VMNet huisartsennetwerk of vanuit het NIVEL waar we hoofdstuk 3 mee hebben gedaan. Want dat was een database die een groot deel van de Nederlandse huisartspraktijken omvat en veel klinische informatie bevat, of in ieder geval voldoende om het onderscheid te kunnen maken. Nadat je dus de juiste databron hebt gekozen, moet je ook goed nadenken over op welke manier je wilt gaan meten. Want dit kan impact hebben op de uiteindelijke uitkomsten en wat dat betekent. Er zijn 3 manieren van meten die worden onderscheiden in het meten van niet passende zorg. De allereerste is, je kunt op het niveau van de zorghandeling meten. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld binnen een praktijk kijkt naar hoe vaak wordt er nou een scan gemaakt van de lage rug. En dan gaat kijken hoe vaak was deze scan in principe gepast. Een andere methode is dat je gaat kijken naar alle patiënten binnen een praktijk en dan puur zeg hoe vaak heeft de patiënten binnen deze praktijk, hoe vaak hebben zij eigenlijk de niet gepaste zorghandeling
ontvangen. De methode die wij hebben gekozen voor ons onderzoek, wat in het voorbeeld naar voren kwam, is dat we hebben gekeken op het niveau van de aandoening. Dus we hebben eerst alle patiënten van de praktijk bekeken, geselecteerd wie nou daadwerkelijk relevant waren voor de drie verschillende aanbevelingen die we onderzochten. Die heb ik geselecteerd, meegenomen in onze noemer. En vervolgens heb ik gekeken naar welke van deze patiënten hebben nou eigenlijk de vorm van niet passende zorg ontvangen. Dus bijvoorbeeld, welke patiënten hebben een antibioticum ontvangen voor een oogontsteking. Na stap 2, je hebt natuurlijk alle fantastische ideeën heb je op papier gezet. Je bent helemaal klaar voor het, dan ga je je meting uitvoeren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat dat kan. Maar er zijn hier natuurlijk wel een aantal facetten die belangrijk zijn. Allereerst, en dat wil ik graag duidelijk maken, is het heel belangrijk dat je in deze fase nogmaals de zorgverlener betrekt. De zorgverlener heeft namelijk echt zicht op de bevindingen die je hebt, of die ook daadwerkelijk kloppen, of je datadefinitie uiteindelijk ook sluitend is, of je niet nog een keer terug moet naar de tekentafel om te kijken, god, wat we nou vinden, klopt het nou, of hebben we echt iets over het hoofd gezien? Nou, uit de metingen die wij hebben gedaan, kwam naar voren dat voor het niet gepast voorschrijven voor antibiotica, wat het bovenste plaatje is, voor de oogontsteking, dat het eigenlijk heel veel spreiding was tussen de praktijken die we hadden geïncludeerd. Op de y-as staat het percentage patiënten dat relevant was voor de onderzoeksvraag, dat dan daadwerkelijk een niet passend antibioticum ontving. Zoals u misschien kan zien, tussen de 0 en om en nabij, wat zal het zijn, 80% van de patiënten over de praktijken die we zijn geïncludeerd, bleek dus dat daar een niet passende indicatie was. Echter, als we dan gaan kijken naar het voorschrijven van spierverslappers, wat het middelste plaatje is voor lage rugpijn, bleek dus dat het daar eigenlijk heel goed ging. Want daar was of 0% of tussen de 0 en 10% bleek maar een niet passend spierverslapper voorgeschreven te krijgen. Echter, dan komen we natuurlijk bij de grote knaller. De maagzuurremmers. Daar is veel over in het nieuws geweest onder andere, maar daar zien we dus dat de mensen die langdurige maagzuurremmers slikken, toch vaak geen goede indicatie hebben. Tussen alle praktijken die we hebben meegenomen, bleek dat tenminste 75% van de patiënten binnen die praktijken, die langdurig gebruikten, geen indicatie hadden voor hun gebruik. En dan hebben we dus de resultaten. Zoals ik al zei, is het belangrijk om in deze fase al een zorgverlener mee te nemen om de resultaten enigszins te kunnen duiden. Want je wil, voordat je naar buiten gaat, wat stap 4 is, het delen van je uitkomsten, wil je natuurlijk wel zeker weten dat je resultaten kloppen en dat je er iets van kan zeggen. Nou, je kunt natuurlijk het nieuws opzoeken, je kunt een beleidsstuk schrijven, zodat je het beleid mogelijk kan aanpassen. Maar wat je ook kan doen, is een eigen interventie ontwerpen om het probleem aan te pakken. Ongeacht van wat je kiest, ben ik van mening dat het heel belangrijk is om in ieder geval heel duidelijk te zijn over welke datadefinitie je hebt gebruikt, welke meetmethode is gebruikt, welke patiëntengroep is bestudeerd, maar vooral ook welke beperkingen er aan je metingen zitten. Want deze zijn alle van cruciaal belang om uiteindelijk je bevindingen in perspectief te kunnen zetten. Zodat je er iets mee kan. Dat mensen duidelijk is wat je hebt gemeten en wat de uitkomst nou daadwerkelijk zegt. Dus in conclusie heb ik laten zien dat het meten van niet passende zorg zeer goed mogelijk is. Alleen dat de verschillen in methode en databronnen zeker moeten worden erkend. Omdat deze cruciaal zijn voor de correcte interpretatie van je uitkomsten. Daarnaast hebben ze laten zien dat er grote verschillen zijn tussen de vormen van zorg, van niet passende zorg, dat ze voorkomen, maar vooral ook tussen zorgaanbieders, dat daar ook grote verschillen zijn. Na deze samenvatting van mijn proefschrift te hebben gegeven, geef ik het woord terug aan u, rector.